Daily Minutes, nummer 1454, met een uitzending voor vandaag, 29 oktober 2018. Dus de bulletin van maandag. Het is vandaag 4 weken geleden dat ik met de Daily Minutes ben overgeschakeld van de amateurband naar internet alleen. Ik heb daar al eerder over bericht, maar ik heb er geen spijt van. De Daily Minutes op de amateurband was vanaf het begin een gevecht. Er waren vanaf de eerste week mensen die het maar onzin vonden en er waren rabiate tegenstanders. Sommige mensen van verenigingen vonden dat alleen de verenigingen dit soort uitzendingen mochten doen, of ze dachten dat dat ook in de regel stond. Ook vaak gehoord in de begintijd was dat het onnodig was. De uitzending was onnodig. Ja, wat is onnodig? Het is een vrije tijdsbesteding, een hobby. Dat is sowieso om te overleven niet erg nodig. Ik heb er nooit heel veel van die tegenstand tegen de uitzendingen op een amateurfrequentie aangetrokken. Er waren gelukkig ook voorstanders en volgens mij waren die er in een grote meerderheid. Ik was overigens nooit van plan om de uitzendingen op die manier meer dan een paar jaar te doen. En ik heb na het tweede jaar misschien wel 7 keer met het besluit rondgelopen stoppen of nog doorgaan. De belangstelling op internet is wel een stuk teruggelopen, hoewel helemaal zeker weet je zoiets natuurlijk nooit. Want via de ether is helemaal niets bekend van hoeveelheden luisteraars. Ja, nee, het was in de ether beslist meer. Ik durfde niet steeds, maar ik heb wel eens 40 inmelders bij de inmeldronde achteraf geturfd. En zeker niet iedereen die luisterde zal zich hebben laten horen. Nu in de tijd van de Daily Minutes via internet zijn er op DMRLI, dat is ongeveer tussen de 7 en soms 20 luisteraars per uitzending. De uitzendingen via YouTube die trekken een iets groter, maar niet heel veel groter aantal luisteraars. De meeste YouTube-luisteraars luisteren overigens niet direct, maar soms een paar dagen later, zodat de nieuwste uitzendingen in eerste instantie steeds vrij laag lijken te scoren. De slechts beluisterde Daily Minutes uitzendingen blijven steken op zo'n 17 à 18 luisteraars waarvan ik het zeker weet dat ze luisteren, dat wil zeggen via YouTube en dmr.li samen. En de beste uitzendingen die zitten tussen de 60 en de 70. Het aantal leden op YouTube dat is in deze maand op internet overigens 2,5 maal zo groot geworden. Dat zijn er inmiddels bijna 270. Daarnaast is er overigens ook nog mijn podcast, de statistieken op mijn site op pnlete.nl, die tellen ook mee bij de podcast, dus ik hoef alleen de cijfers van de podcast te noemen. De onzekerheid bij de podcast zit er echter in dat ik wel weet hoeveel abonnees ik heb. Dat zijn er redelijk veel, nog altijd tussen de 1100 en de 1200, maar ik weet niet hoeveel er daarvan ook luisteren. Een deel van de apps en clients die downloadt de mp3 pas als hij beluisterd wordt, maar het overgrote deel van de abonnees daar downloadt standaard de mp3, maar niet duidelijk is of er wat met die mp3 gebeurt voordat hij na 2 of 3 maanden door de software automatisch weer wordt verwijderd. Ik ben geregeld laat met de podcast, soms meerdere dagen, en ik krijg daar wel reacties op, maar dat zijn er niet zoveel als je zou verwachten op basis van die 1100 à 1200. Enfin, dat zijn de consequenties zoals ik ze vooraf wel ongeveer had verwacht en ingeschat. Ik zeg, als je die cijfers ziet maar zo, er zijn in Nederland redelijk wat amateurs die lezingen geven op afdelingsavonden. Die nemen de moeite om soms het halve land af te reizen, terwijl er dan soms ook maar 15 man komt opdagen. En maximaal zijn het er niet veel meer dan er maximaal nu naar de Daily Minutes luisteren. Ik hoef voor de uitzendingen niet apart de deur uit en ik doe het graag, dus het bewijst daarmee voor mij in voldoende mate dat ik het niet voor niets doe. De belangrijkste reden om over te stappen van de ether naar internet alleen, ik zeg dan maar internet alleen, want daarvoor zat ik ook op internet, maar daarnaast nog in de ether. Maar de belangrijkste reden was dat ik weer wat nieuws wilde. Ik had de afgelopen weken overigens veel meer tijd nodig om mezelf van de oude uitzendingen los te weken dan ik had gedacht. Dat bleek voor wat betreft gezichtspunten, maar ook tijdstip 's ochtends. Ik heb nog steeds de neiging om 10:30 waar ik aan bezig ben gehaast af te ronden. En dan besef ik ineens dat ik helemaal niet hoef te stoppen. Omdat de uitzending automatisch gebeurt en ik af en toe wat in het chatkanaal kan typen. Maar goed, ik ben nu ook veel beter in staat om de zaak te relativeren dan toen ik de uitzendingen nog deed. Er zijn nu dingen die ik vast anders zou doen, terwijl ik daar tijdens de uitzending via de repeater niet over zou peinzen. Ik denk dat als ik alles van tevoren had geweten, dat ik dan begin van dit jaar van de repeater afgegaan zou zijn. Niet eerder en ook niet later. Misschien net voor de zomer, dat zou nog kunnen. Ja, goed, wat nieuws in de uitzending, maar ja, wat? Er staan wel een paar dingen op het verlanglijstje. Bovenaan staat dat ik af en toe iets met video wil gaan doen. Daar ben ik inmiddels op bescheiden schaal mee begonnen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Ik wil ook graag interviews doen, dat wil ik al een hele tijd, maar ik twijfel nog over de vorm. Ik wil zeker meer niet-amateur dingen gaan doen en ik wil me ook gaan concentreren op de zogenaamde maker community.
Wat momenteel nog niet erg lukt, dat is de humor die ik van plan was. Maar dat is ook een kwestie van inspiratie en dat moet toch gewoon vanzelf gaan. Ik wil graag meer dingen doen zoals ik tussen 2001 en 1 jaar of 8 geleden voor mijn site gohansbrinker.com heb gedaan. Ik heb voor die site een groot aantal heel persoonlijke columns geschreven over een groot aantal onderwerpen. Ik ben bijvoorbeeld een groot bewonderaar van sommige televisiereclame. Ja, let op. Ik vind veel reclame echter ook blaartrekkend slecht. En het is vaak verbijsterend voor hoe dom de makers van die reclame de kijkers wel niet verslijten. Ik heb ruim 1 jaar in de reclame gewerkt, dus ik weet wel een beetje waarover ik het heb. En ik heb daar een aantal erg vermakelijke columns al over geschreven. Dat doe ik vast nog wel eens vaker. Dat soort columns schrijven lukt waarschijnlijk ook niet iedere dag. De kwaliteit was daar toch te goed voor. Ik schreef er gemiddeld 4 of 5 per week. En toen ik dat deed, vaak in aanvallen, dan had ik er een heel stel achter elkaar, waar ik soms ook alleen maar de aantekeningen van opschreef en ze later uitwerkte. Als ik veel inspiratie had, dan schreef ik in een heel korte periode een bol en die verfijnde ik dan later. Dat soort columns moet je nooit publiceren op de dag dat je ze schrijft. Niet alleen omdat je soms spijt kunt hebben van iets dat je in een opwelling opschrijft, maar ook omdat ik er veel afkeurde. En een aantal daarvan werd echt beter van de aanpassingen een dag later. Ik denk dat ik 60% van de columns die ik voor deze site geschreven heb, nooit gepubliceerd heb. Die vond ik gewoon niet goed genoeg en die bleven ongebruikt. Maar goed, om ze op te lezen in de Daily Minutes moet ik ze behalve schrijven ook nog herschrijven om ze opleesbaar te maken, zodat ze goed opgelezen kunnen worden. En vervolgens moeten ze nog worden opgelezen. Het audio moet gemonteerd en in geval dat er video bij moet, ook video. Het zou dus een optie kunnen zijn om niet meer elke dag uit te zenden, maar ik denk dat dat voor mijzelf niet werkt. Ik zou misschien wel eens een week kunnen overslaan daardoor, maar de productie blijft hoog door iedere dag een deadline te hebben. Het zou daarnaast waarschijnlijk ook slecht zijn voor het aantal luisteraars om niet iedere dag uit te zenden. Bij de columns destijds loste ik die onderbreking in tijd die er af en toe waren trouwens op door de columns met een mailinglijst te versturen. Mensen hoefden dan niet naar de site, maar kregen een mailtje dat er een nieuwe column was. Het plan voor een nieuwe mailinglijst is de afgelopen weken daardoor ook wel een aantal keren opnieuw opgedoken. Wat nog steeds niet van de baan is, dat is de mogelijkheid om de Daily Minutes eventueel geheel in het Engels te brengen. Dat zou het publiek drastisch kunnen vergroten. In Nederland zijn podcasts niet zo heel groot en worden ze ook niet zo heel serieus genomen. Maar in Engeland en de VS luisteren er al een aantal jaren meer mensen naar podcasts dan naar radiostations in de ether. Overigens is het versplinteren van het aantal onderwerpen zoals ik dat graag wil, tegelijk ook weer slecht voor de aantallen luisteraars. Hoewel ik aan de andere kant ook geregeld van zendamateurs gehoord heb dat ze de verhalen op gohansbrinker.com zo leuk vonden. Een aantal amateurs spreken ze dus wel degelijk aan. Ik gooi het zendamateurisme overigens ook weer niet geheel overboord. Ik blijf dat elke dag gewoon doen, in de uitzending bedoel ik. Nou ja, genoeg om over na te denken. Ik sluit niet uit dat ik het over een maand nog steeds niet weet hoor. Ik wil wel weer wat creatiever worden en niet meer alleen op herhalingen steunen, zoals de afgelopen weken. Ik moet denk ik gewoon ergens beginnen en dan zien welke kant het uitgaat als het zich zo voor me uit ontwikkelt. Dat is ook zoals ik dat soort dingen meestal doe. Telkens een beetje veranderen en wat niet werkt, dat schrap je weer. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.